dames en heertjes, super leuk dat jullie kijken naar een splinternieuwe video. Waar wij vandaag een rondje rijden in Tilburg, Baarle-Nassau en Gaan. Ik heb net gelost bij de Quantum, dat is bij een ander bedrijf, Axel Logistics. Daar heb ik net gelost en ik heb vanmorgen nog veel meer gelost. En nu gaan we naar de Hubo in Baarle-Nassau, denk ik. Ja, Baarle-Nassau. En dan gaan we naar de Hubo in Gaan. En dan hebben we nog een adresje in Gaan. Er zijn er drie wat dichter bij elkaar. Drie leuke adresjes, denk ik, om even naartoe te gaan. Ik ben er zelf echt nog nooit geweest. Dus het is voor mij ook weer eventjes kijken van, wat gaan we precies doen? Dus, en het is natuurlijk wel leuk voor jullie om een keer mee te gaan naar een plek waar we nog niet eerder zijn geweest. Ik moet even deze munt erin knaaien. Hatskidee, weer 2 euro naar de Getver. Dus laten we maar eens eventjes gaan kijken dan. In Baarle-Nassau. Door, maar we hebben een omleiding, dus kunnen we hier wel of niet heen? Ik weet het niet, gewoon proberen. Nee, kut. Hem ook even niet worden. Dan moet het maar even achteruit, hè. Gaat hem ook even niet worden. Ik zet die camera aan en alles loopt weer de soep in, jongens. Ik hoop niet dat er een paal of zo staat. En dan is het gewoon een soort klabam, hè? Vis weg. Oké. Ik heb er zo wel komen dan. Ja, toch wel.
Oké. Dit schijnt dus Waarle, toch, als je naar die borden kijkt, Belgisch grondgebied te zijn. Dat is het ook. Het is een beetje België en Nederland, België en Nederland, ja, Belgisch gebied in Nederland. Zo. Hubo. Hier links. Mooi. En waar mogen we dan lossen? Kutzooi man hier. Kutzooi man. Zat die Volvo dan al achterlijk, joh? Beetje te dicht achterop gereden, hè? Paardenjoke. Moet je ook doen. Ik draai zo. Waarschijnlijk een deuk in je motorkap. Want ik zie dat niet als hij daar staat. Ja, en wie zijn schuld is dat dan, hè? Vraag ik mezelf af. Ze hier ook een roldeurtje. Grijze. Maar ik zie leveranciers rechtdoor. Dus ik heb het idee dat het laden lossen misschien hier aan de achterkant is. En dat zal ik waarschijnlijk wel weer verkeerd gedacht hebben. Het was toch wel hierachter. Nou, gaat lekker zo. Ja. Denk je, even gauw.
Zonde. Ja, rijd er maar in. Mooi. Even kijken, kom en dan zo meteen de hoek komen. In Gaan, die zetten we dan ook even achterop, dat zijn er twee. Van Knauf. Oké. Goeie pakken. Rubel gaan. Wat is het hier in? De rest zie je wel. Ik denk, zet even gauw een pelletje zo schuin voor die deur. Krak, bam, plop. Helemaal naar de getven. Die andere twee voor de Hubo, die heb ik achterop neergezet. Dus we doen ze even voor die deuren open. Of nou ja, ik doe voor die deuren open. En dan doen ze even met die heftruck zo. Snap je dat? En dan hebben we een adresje in Sundert. In de Dorpstraat. Dat is denk ik een wijnwinkel, want ik moet daar wijn brengen. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden daar. Ik heb het idee dat ik daar wel al een keer geweest ben. Maar ja, dat weet ik even niet, zo zeker. De Hubo in Gaam zal wel niet zo heel ver rubberen zijn. Zo.
Ja, wie zet hier dan ook zo'n Action neer, hè? Oh, kijk, die Hubo die zit recht voor je koker daar. Mooi. Maar, de vraag is dan eens nog even dat laden los. Hoe zit dat hier allemaal? Dus even kijken hoor. En er zit niks anders op, denk ik, dan toch voor die winkel langs te rubberen. En de vraag is dan eventjes, gaan we hier die parking op? Of wat is het? Oh, het is een straat gewoon. Oké, nou gaan we dat even doen. Ik ga even naar rechts zie je zo, hotsakee, flotsakee, kijk eens even. En dan denk ik zie daar een zwart hek, dat blauwe losse eigenlijk gewoon hier is. Ja hoor, moet hem zijn. Lekker man, hé. Hoop ik alleen dat ik een heftruck heb. Anders heb ik natuurlijk weer voor niks die pelletjes achterop neergezet. Zonde van dat al dat mooie werk van mij. Snap je? Moet hem zijn, grap. Moet hem zijn, grap. We gaan even die deuren open knaaien. Even kijken hoe het erbij staat. Kijk eens. En dan hebben we weer die bandjes, tip-top. En een kleintje. Eerst melden in de winkel. Nou, mooi. Dan hebben ze weer geen heftruck. Moeten we maar even zo lossen, hè? Pellet van de gipsplaten. Nee, dat denk ik niet. Wat is het voor pellet? Ja, zonder lange. Nee, dat is niet voor mij. Nee, dat is een pellet. Ja. Ik ben ook aan het opnemen voor een video. Wat vindt u daarvan? Oh, mooi. Ja. En dan nemen ze jou weer op. Er zijn ook zat mensen die zeggen, ja, ik hoef hem niet op hoor. Ik heb ze nog een beetje onder zien, maar... Ja.
jammer. Steekt hij net tegen die rand aan, weet je wel. Even naar boven kijken. Tip top. Ja, eens even kijken wat je slijterij. Wat dat gaat worden daar. Handschoen in het vak. Zo. Zo. Even kijken hoor, dan doe ik altijd bij dat soort adressen, hè, als ik dan zie Dorpstraat of weet ik veel wat, een slijterij, die zitten niet op een industrieterrein, dat weet iedereen. En dan denk ik altijd van ja, wat voor kutadres zal het dan toch zijn? Dat doe ik heel vaak. Altijd even op Google Maps kijken van joh, hoe zit dat daar? Hè? Want je kan natuurlijk altijd beter even een soort van voorbereid op weg gaan. Want voor hetzelfde geld rij je daar gewoon blindelings naartoe. We hebben zat van die collega's en dan sta je daar. En dan is het in één keer van ja, ik ken daar niet heen. Wat gaan we doen? En we hebben al in... ik wou zeggen in verschillende plekken, maar één plek weet ik zeker. Volgens mij Steenwijk hebben we al een paar keer auto's gehad. Die dus ook gewoon zo rijden. En dan stonden ze ergens. Moesten gewoon weggetakeld worden, hè. Met ijskraan, alles erbij, jongen. Toeters en bellen. Oh, jongen. Dat hoop je toch echt nooit mee te maken. Ja, voor in de video zou dat echt wel een keer grappig zijn. Maar voor deze, voor de portemonnee... gaan ze dat niet leuk vinden. Dus je kan wel zeggen van ja, je bent niet goed joh dat je dat doet. Maar mij zullen ze niet zo gauw ergens in een centrum vast zien staan. Maar dit adres is, ik ben er wel al een keer geweest hoor. Dat is op de Dorpstraat, maar in Gaan. Of wat is het? Gaan.
Ja, dat is dan een dorpsstraat, maar wel op een soort doorlopende N-weg. Dus ja, eigenlijk kan je daar heel goed komen. Ze hebben daar voor de deur een heel groot vak afgezet met een kruis. Ik weet niet of je die met de trailer helemaal kan bezetten. Volgens mij is de trailer daar iets te lang voor. Maar dat geeft niet, want je kan daar wel gewoon dubbel staan. Het is twee baans, dus ze kunnen er gewoon omheen. Ga je zo meteen allemaal zien. 600 metertjes zijn we er alweer. Kutzooi om op te draaien hier. Hier de politie, lekker, geen gordeltje om, lekker hoor. Even wachten joh, wijsneus. Zo, rijdt bijna mijn kopschot in, die gek. Snap ik nooit hè, weet je. Geef zo'n chauffeur eens wat tijd en wat ruimte man. Nou ja. Dan vinden ze het gek dat niemand meer dit werk wil doen. Nee, ik begrijp het wel. Ondanks al die dingen vind ik het nog steeds wel leuk. Maar ik begrijp wel dat heel veel mensen zoiets hebben van, ik ben het zat, joh. Dus even kijken hoor, het zit hier, rechts. Volgens mij. Of links, weet ik veel eigenlijk. Waar gaan we hem neerzetten? Soetens. Ja, hier zit die slijterij. We gaan hem hier neerzetten. Zo. Hoppakee. Op de doorgaande weg. Gevaren lichten erop. En de zooi op losse zetten. Nou jongens, we gaan. Ik heb het idee dat ik met een vlog wel eens eerder hier heb opgeladen. Ooit. In mijn vroegere carrière. En ze zit alweer te toeteren. Wat een gezeik, joh. Ik had gezien op Google dat hij maar tot 12:30 open was. De vraag is eventjes of we dat nog gaan redden, ja of nee. Thank you.
nou doen? Hè? Ja. Ja, ja. Dat is niet makkelijk. Ik moet nog uitkijken dat hij niet vast komt te zitten. Wat een hectische zooi, joh. Ik daar lossen op de doorgaande weg heb ik natuurlijk gezien. Eerst aan een getop om met die kutpallet het stoepje op te komen. Nou, uiteindelijk toch geluk. Toch geluk. Wat blijkt nou bij dat adres? Ook met auto's, jongen. Je staat wel op een tweebaansweg, maar het is kut. Maar wat blijkt nou, ik kom daar, kun je blijkbaar gewoon een stukje doorrijden en dan rechts eromheen. En dan kun je zo bij hun aan de achterkant makkelijk komen. Kun je zo achteruit door dat hek heen steken, dan sta je gelijk half bij hun in dat pand. Tip top. Maar ja, dat wist ik dus niet. En de vorige keren, jaren geleden dat ik daar ben geweest, is mij dat ook niet opgevallen of verteld of wat dan ook. Maar nou weet ik het en dat vergeet ik ook geen tweede keer meer ook. Zal ik je dat eens even vertellen? Daarbij komt natuurlijk wel een einde aan deze vlog. Drie adressen zouden we gaan lossen. Tegenwoordig doe ik er nog maar drie. Twee hubootjes gepakt. En hier die slijterij gepakt. En nu ben ik onderweg naar Rijsbergen bij Hazeldonk. Dan ga ik wat oplaaien. En dan ga ik nog even naar Wustwezel wat wegbrengen. En in Rijsbergen en een beetje daar in die omgeving. Dus ik hoop dat je dit een leuke video vond. En als dat dan zo is, laat het dan onder de video in de reacties eventjes weten. En als je dat een leuke video vindt, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En ben je nieuw hier, zou ik het waarderen als je even op abonneren drukt. En volg mij even op Insta. Daaronder staat mijn naam. Ik zou het heel leuk vinden als je even op volgen zou drukken. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.